Luchtvaartdienst neemt nieuwe navigatieapparatuur officieel in gebruik. De luchtvaartdienst heeft nieuwe navigatieapparatuur in gebruik genomen. Deze apparatuur, die per heden in werking is gegaan, bestaat uit verschillende componenten zoals Very High Frequency Omnidirectional Range. Dit zorgt voor de precieze positionering van de internationale luchthaven voor het totaal vliegverkeer. Distance Measuring Equipment en het populaire instrument Landing System. Het IL System zorgt voor de veilige landing op de internationale luchthaven tijdens de nachtelijke uren en slecht weer. Vervanging van de apparatuur was noodzakelijk omdat de oude apparatuur sinds 2010 niet optimaal functioneert. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.